Nadat we meer dan 10 jaar niks meer hoorden over From Software's serie Armored Core, is daar nu eindelijk het 6e deel. Althans, volgens mij zijn er wel meer delen inmiddels uitgebracht dan 6 in totaal. Maar ja, met 6 main installments. Laten we dat, laten we daar in ieder geval op houden. Maar Armored Core 6 is inmiddels uit en wij zijn daar grondig ingedoken. Ja, ik bedoel, met bovengemiddelde interesse natuurlijk. Zeker ik als groot From Software fan. Jij bent er ook mee bezig geweest. Ja. Jij was... Ik niet. Ik ben ja, gewoon van mech. Ja, ik wou net zeggen, ik zit hier als bovengemiddeld mech fan. Ik heb vroeger heel veel mech games gespeeld. En daarmee ook wel eens een Armored Core 2 of 3 of iets dergelijks. Wat is je favoriete mech game? Ben je meer van de Steel Battalion stuff? Of meer van de Mech Warrior? Ik vind Mech Warrior volgens mij... Ja, Jesus Christ, dat is zo lang geleden ook dat ik dat soort dingen heb gespeeld. Xbox, hoogtijdagen van de allereerste Xbox. Ja, dat ik die eens meer die franchises goed... Moest je die controller bijkopen die volgens mij 300 dat is insane. Was. Dat was Steel Battalion, toch? Ja. Die had die hele grote... Ja. Ja, die hadden we nog op de eerste redactie van GameKings liggen. Ik wou net zeggen, volgens mij de eerste. We hebben later ook wel een andere Steel Battalion inderdaad. Hebben we ook nog wel gewoon... Daar was ik nog wel bij dat het gereviewd werd en wat dan ook. Dus ja, het is heel lang... En misschien niet in Japan, maar heel lang in het Westen wel stil geweest rondom Mecha Games. Ja, en ja, Back with a Vengeance, Armored Core 6. Zo'n game waarbij ik als niet echt al te grote Mecha-liefhebber toch een beetje argwanend tegenover stond. Ik heb echt lang onder fans gezeten wat dat betreft. Van ja, ga ik dit wel tof vinden? Ik hou van From Software Games, maar... Het was ook wel een beetje spanning natuurlijk. Ik bedoel, ja. Ze hadden Elden Ring hebben ze gereleased. Wat komt er na Elden Ring? Ja. Ja, ik vind het wel van ballen getuigen dat je dan zo'n oude IP weer onder het stof vandaan haalt en besluit daar een nieuw deel van te maken. Het is natuurlijk ook, From heeft dan wel een aparte, nou ja, een soort van aparte positie, omdat ze natuurlijk niet per se onder de duim zitten van een grote uitgever. Hebben ze zoiets van, ze kunnen om hun ontwikkelprocessen leuk te houden, kunnen ze variëren. Weet je, als jij alleen maar, net zoals Insomniac bewijzen van, soort van alleen maar de Last of Us aan het maken bent, of zo, dan... Insomniac doet Naughty Dog, sorry. Oh, als jij als Naughty Dog alleen maar dat soort games moet maken, dat je op een gegeven moment, godverdomme, ik wil wel een keer wat anders, weet je. En ja. From die heeft zoiets van, nee, dan weer even dit, dan weer even zus, dan weer even zo. En ik denk dat alleen maar goed is. Ze wel eens met een grote uitgever, want Activision had toen bijvoorbeeld volgens mij Sekiro uitgegeven, toch? En Bloodborne, ja. PlayStation. Ja, ja. Dus ze hebben daar een soort van... Maar vind ik knap, wat normaal gesproken... Als zo'n studio, weet je wel, onder een Activision of een PlayStation zou vallen, dan zou je helemaal niet meer deze type games krijgen. Precies, dan zou het veel toegankelijker zijn. En nu, omdat ze dan wat meer onafhankelijkheid hebben, hebben ze bewezen dat hier wel degelijk een markt voor is. En ja. Kijk, en dan stappen ze natuurlijk ook wel in. Ja, maar het blijft gewoon, als je dat soort eigen creativiteit, soort van, dan houd je je studio vers, denk ik. En soms een klein game en soms Deresine, wat dan misschien een beetje een vreemde eend is die voor sommige mensen leuk is. Maar het is wel, denk ik, dat je als studio gewoon daar een hele fijne vibe door krijgt. Dat we, fuck, nu gaan we dit maken, nu gaan we zus maken. Ja, maar aan het einde, onder de streep, moeten er wel knaken gemaakt worden. En, maar daarbij is ook hun naam en hun garantie voor kwaliteit tegenwoordig zo hoog dat ook lukt. Ja, maar je moet je wel bewijzen. En zeker ja. In een landschap waarin bijvoorbeeld een Titanfall, een soortgelijke game, nou ja, soortgelijk. Ook daarin spelen mechs een hoofdrol natuurlijk, maar die hebben het nou niet in commercieel opzicht heel erg goed gedaan. Nee, maar het is waren wel goede games. Ja, en ik blijf erbij, die game, die franchise inmiddels, die is 2 keer gewoon genaaid. Ja. Ja. Door in een rare periode uit te komen. Ja. En marketingtechnisch gewoon heel erg... Ja. Maar mech games zijn in Japan denk ik eigenlijk nooit weg geweest. We zijn de laatste keer dat we er waren, weet ik nog dat Daan een paar keer een arcade game, dat die twee mech soort van dingen handen bestuurde met guns en wat dan ook. Dus het is daar gewoon een staple genretje, zeg maar. Dus Gundam en dergelijke. Bijvoorbeeld, ja, dat soort dingen. Ook ja. Feit. Ja. Maar wij zitten hier in het Westen. En dit is voor velen van ons een behoorlijke ver van mijn bed show. Ja. Ik heb de afgelopen weken heel veel de vraag gekregen van mensen van ja,
Is het wel iets? Ik hou wel van From Software Games, maar ik weet niet of ik met die mechs overweg kan. Het is een totaal ander type game. Ja, is het een beetje Souls-like? Want dat is natuurlijk de tweede vraag die je heel veel krijgt. En die ik mezelf ook afgevraagd. Zijn er überhaupt links naar Souls games? En laat me je meteen al zeggen, laat dat concept, het idee van Souls, los. Ja, vind ik niet helemaal waar. Omdat het af en toe moeilijk is? Nee, zeker niet omdat het moeilijk is. Dat is absoluut een gegeven. En dat is ook wel iets wat die twee overeen hebben. Maar ik vind het vooral ook, en ik ben niet de purist hoor, ik heb niet alle games gespeeld, maar ik zie wel wat overeenkomsten met gewoon level design en hoe je een bepaalde situatie kan aanpakken. En natuurlijk ook de manier waarop je de combat aan moet gaan. Ja, en de bosses die echt patronen hebben, die moet gaan leren en daarop inspelen. Ja, maar snap ik. Maar dat is wat Armored Core altijd al was. En ver voordat de Souls games... Ja, maar dat is From Software DNA dan. Ja, precies. Ja. Dat is het. Het is From Software DNA. Ja. Want deze serie bestaat al decennia lang, weet je wel. PlayStation 1 de eerste, geloof ik? Nou ja, zoiets. En de laatste dateert alweer van 10, 12 jaar geleden, Armored Core 5. Dus dat geeft wel gewoon aan. En de laatste 10 jaar kennen we From Software onder meer van de Souls games en zo, weet je wel. Dus voor de Souls games waren er al Armored Core games. En dit is gewoon... Ver voor de Souls games, ja. Ja, ver voor de... En dit is wat het is. Het is een Armored Core... Het is in zijn core een Armored Core game. En dat is wat From Software ook heel goed kan, weet je wel. Want ja, ik heb te doen met een Miyazaki. Want iedereen wil maar gewoon Souls dit, Souls dat, Bloodborne, Sekiro, Elden Ring. Ja, maar dat is zo makkelijk. En dat is ook weer wat een grote uitgever zou eisen. En daarom is dit zo heerlijk dat dit er gewoon tussendoor komt. En juist door de naam inderdaad die ze hebben opgebouwd, gaan heel veel mensen dit een kans geven die dat van tevoren nooit gedacht hadden. Ja. En ik ben er daar één van. Ja, want wat is een Armored Core game precies? Wat voor soort mech game? Armored Core is een redelijk fast-paced mecha action / shooter. 3-axis, 3D open wereld. Nou, 3 open wereld. Nee, het is geen open wereld, maar 3D levels. Waarin je bent gewoon steeds van missie naar missie aan het gaan. Iets wat we niet kennen van een Elden Ring of een Souls. Dit zijn betrekkelijk korte missies. De ene wat korter dan wat sommige. Dat had ik iets van, hè? Daar ben je gewoon binnen 5 minuten heen. En de andere, nou, daar ben je flink wat tijd mee bezig. Dan kun je inclusief de baas van een missie, daar kun je daar zomaar uren mee bezig Precies. zijn. Ja. Waarbij de customization... Ja. De grote ster van de show is, denk ik. Nou, dat is waarom ik inderdaad hier is. Ik hoop ook dat ik dat... Want dit is jouw gameplay, volgens mij. Ja. Die volgende keer best op een hogere setting mag zijn. Nee, dit is 1080p. Ja, precies. Maar hij is een beetje blokkerig. Ja, daar kan ik niet zoveel aan doen. Oké. Okay. Nee, maar ik hoop dus inderdaad gewoon heel veel verschillende mechs te gaan zien zometeen. Want dat is waar ik vooral het meest benieuwd naar ben. Nee, want ik heb voornamelijk van Chapter 1... heb ik footage gecaptured. Ja. Omdat ik niet te veel ook wilde spoilen van de hoofdstukken die volgden. Er zijn in totaal 5 hoofdstukken. En ja, elke keer wanneer je een missie hebt voltooid of een trainingsmissie, krijg jij op een gegeven moment 1 of meerdere onderdelen. Je krijgt credits. En van die credits en met die onderdelen kun jij op een gegeven moment jouw mech helemaal naar je eigen stijl aanpassen. Je hebt een shitload aan wapens. Je hebt er 2 op de rug. Je hebt er 2 in de hand. En daar kun je all out mee gaan. Van pistols tot laserachtige shit. Pulse rifles. Cannons. Missile launchers. Double missile launchers. Het gaat echt alle kanten op. En de shape van je mech? Ja, nou, dat ook. Dat hangt af van je type. En het moet ook zeggen, je kan all out gaan. Tot een bepaald punt, want je moet wel rekening houden met bepaalde energy requirements. Ja. Want alles gewicht. Gewicht en energy. Alles kost heeft gewoon een bepaalde kost. En daar moet je wel binnen gaan werken. Ja, en kijk, als jij gewoon een zware mech kiest met bijvoorbeeld een tank onderkant.
dan ben je wat trager, dan zullen bepaalde dingen wat minder snel opladen. Maar er staat wel tegenover dat jouw defense een stuk beter is. Ik kies in de regel bij elke From Software game, wanneer het mogelijk is, voor een lichtvoetige... Dexterity build. Een high dexterity build inderdaad. Dat betekent dat ik wel een stuk kwetsbaarder ben. Maar daar staat tegenover dat ik veel kan bouwen en weaven. Dus veel kan dodgen. En dat de stamina weer sneller bijvult. Ja, heb je dat ook? En natuurlijk nu niet, zal het niet stamina zijn in deze game, maar een energy. Het zit er nog steeds in, zeker weten. Ja. En die moet je uiteraard breken. En wanneer je dat hebt gedaan, dan kan je echt een massive damage doen. En daar moet je ook zeker je wapens op instellen. Ja. En je eigen stamina? Je energy iets? Ook, dat komt allemaal terug in de stats. De stats die zeker voor mensen die er niet helemaal in thuis zijn, behoorlijk overweldigend kunnen zijn. Want het zijn er veel, weet je wel, de stats. Zeker, maar gelukkig, in tegenstelling tot andere From Software games die ik heb gespeeld. Je hebt hier een training, je zag er net al een beetje doorheen lopen. Ja. En ze zijn heel kort snappy, maar die laten wel precies zien wat nou precies de voordelen zijn van bepaalde onderstellen die je gebruikt, bepaalde wapentypes die je kan oppikken en hoe je die dan het beste kan inzetten op bepaalde enemies natuurlijk. Nou, daar rol je echt binnen 5 minuten wel doorheen, maar dan heb je gewoon goed de basics te pakken. Je kan uiteraard ook nog in een soort van open arena je eigen samengestelde mech kan je ook gewoon nog eens testen. En dat maakt het iets toegankelijker wel. Want de drempel die is er absoluut. Ja, nou, de drempel die komt vooral bij de eindbazen van de chapters, kan ik je vertellen. Want in die eerste... elk chapter bestaat uit zo'n, wat zal het zijn, 7 tot 10 missies. De ene wat korter, de andere wat langer. Allemaal in aparte environments. Aparte environments, inderdaad. Ja, de environments zijn wel steeds mooier worden trouwens, hoor. Moet ik zeggen. En ze zijn ook wel vrij gevarieerd, hoor. De ene moet je gewoon bepaalde bases opblazen. Andere keer moet je de bepaalde logs moet je gaan oppikken. Dan ga je weer tegen andere AC's vechten, noem het maar op. En sommigen zien echt, zeker al gelijk begin chapter 1, vecht je tegen zo'n, ik weet even niet meer hoe dat ding heet. Maar... Ja, een soort gigantische AT-AT. Fucking amazing, dude. Ja. De eerste keer dat ik daar op kwam, ten eerste, probeer er maar eens te komen. Want dat is ook nog een uitdaging. En als je dan eenmaal bent, dat ding is zo gigantisch groot. En hoe je dat gaat proberen te verkennen en uiteindelijk probeert uit te schakelen. Hier zie je hem in de achtergrond. Kijk, en daar wordt een laser op je afgevuurd. Die moet je extreem goed timen. Anders ben je echt goed te shark, want het doet enorme damage. Yep. Ja, maar dit was al gelijk helemaal het begin van de game echt een memorabele missie, vond ik. Ja, zeker. En de ene keer bestaat de missie uit een baasje verslaan. De andere keer is het iets als dit. De andere keer moet je echt gewoon een soort missie in 3 stages doorlopen. Er is wat dat betreft meer dan genoeg variatie. En wat ook wel lekker is als je op een gegeven moment merkt van dat je tegen een muur aanloopt. Dan kun je gewoon terug. Je herstart dan bij een save point. Het is iets vergeeflijker wat dat betreft dan een Souls game, waar je dan in de regel teruggaat naar de laatste bonfire of zo. Ja, ik was echt verbaasd ook inderdaad, wanneer je eenmaal zo'n checkpoint hebt gehaald. Want je hebt repair kits, wat natuurlijk potions zijn in andere game bewijs van. Je krijgt er 3, die kan je gebruiken. Niet kort achter elkaar, je kan hem niet spammen bijvoorbeeld. Dat is absoluut niet mogelijk, dus je moet daar goed mee overweg gaan. Maar als jij op een gegeven moment tot... ja, halverwege missie of vlak voor een baas ben gekomen en je gaat dood, je hebt die checkpoint en je hebt gewoon al je repair kits weer. Je hebt niet, al had je nog maar 1 over bij de checkpoint, nee, je hebt gewoon al je repair kits weer en dat, daar was ik wel heel erg blij mee. Ja, zeker, want zeker bij de eindbazen ga je ze meer dan nodig hebben. Het is werkelijk waar een verschrikking af en toe. Er zijn sommige bazen geweest waar ik uren mezelf in vastgebeten heb. Tot jankens toe bijna. Maar ja, ook dat is From Software. En dat is ook dat is Armored Core. Weet je? En dat vergeten veel mensen nog wel eens. Maar er zijn heel veel mensen die nog niet bekend waren met Armored Core. Voor wie dit compleet nieuw is. En die daar ook wel van zullen schrikken. Ja, maar als je de gameplay natuurlijk ziet, dan zie je al een beetje waar je aan toe bent. Weet je, het heeft ook ergens misschien een klein beetje een soort van Ninja Gaiden-achtige vibes. Het heeft Unreal Tournament vibes, omdat het zo snel is en met heel veel strafen en wat dan ook. En vroeger, en dat zie ik hier ook altijd wel een beetje terug, ook juist omdat je in zo'n... Het heeft ook een beetje een soort van car combat vibe. Wat er ook, die games bestaan niet meer, zeg maar. Maar omdat het
omdat je rondrijdt. Je scheurt eigenlijk rond. Hè? Of het nou scheuren of schaatsen. Je scheurt rond. Je moet ook continu in beweging blijven. Ik bedoel, je hebt een boostknop die je op een gegeven moment hebt. Want wanneer je een missie start, dan loopt je mee gewoon. Dat voelt heel mechanisch en heel langzaam. Dat gebruik je niet. Nee. Je drukt gelijk op B. En dan, je moet. Want zodra jij stilstaat, nou, dan vliegen de raketten je om de oren. En dan ben je gezien. Deze baas heeft me slapeloze nachten bezorgd trouwens, jongen. De eindbaas van chapter 1. Chapter 1, ja. Maar het ding is, stagger, en dat is iets wat heel erg is overgenomen van Sekiro toch wel. Je hebt hier ook weer, je ziet het bovenin, er zijn verschillende balken waarmee je te maken hebt. Je hebt hier die grijze balk, dat is de health bar van de tegenstander. En daarboven heb je een soort van... Ook nog een shield. Een shield, weet je wel. En die moet je eerst wegchippen, dan wordt een vijand kwetsbaar. En dan kun je vervolgens fysieke damage doen. Ja, dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. Stagger is echt heel erg belangrijk, want je bent als het ware eerst gewoon bam, 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 ammo, rockets en dergelijke erop los aan het laten, totdat op een gegeven moment aangegeven wordt van, hey, nu is de tegenstander kwetsbaar en dan kun je bijvoorbeeld met deze melee weapon, kun je dan bijvoorbeeld dikke damage doen. Dat zijn allemaal dingen waar je rekening mee moet houden. En sommige raketten of wapens die werken beter voor het shield en andere niet. Plasma werkt, ammo, plasma weapons werken goed op shields bijvoorbeeld. Ja, andere wapens zijn weer beter geschikt voor. Maar dat is allemaal live and learn, gewoon trial and error. Van ik schiet nog geen deuk in een pakje boter op dit moment. Wat moet ik doen? Ja. Dan ga je weer terug. Dan moet je wel een beetje mee uitkijken. Want op het moment dat je teruggaat, zijn je checkpoints weg. Dan zijn je checkpoints weg en dan moet je de missie opnieuw beginnen. Ja. Maar je merkt wel dat de aanloop dan na die baas, het gaat een stuk makkelijker, omdat je gewoon veel beter weet wat je te doen staat. Ja, het is wel echt een samensmelting van wat heeft de missie nodig. Want bij sommige bossen inderdaad moet je gewoon heel erg snel zijn, omdat je daarachter moet komen, omdat die een bepaalde weak spot heeft. Ja. Maar ook wat er bij je speelstijl past. Want ik heb bijvoorbeeld met die tank, die wordt je over het algemeen aangeraden wanneer je het gewoon erg lastig hebt. Daar heb ik het mee geprobeerd, maar dat is niet de speelstijl die bij me past. Terwijl die over het algemeen, als je iedereen mag geloven, wel enigszins OP zou moeten zijn, maar... Ik heb dat nog niet gemerkt in ieder geval. Het is niet voor mij. Ja, er schijnen al hele builds te zijn met bepaalde wapens, bepaalde armor, waarmee je heel makkelijk die eindbaas van die eerste chapter bijvoorbeeld kunt verslaan. Nou, hartstikke leuk en aardig, maar ja, dat is niet hoe ik in elkaar zit. Ik wil het gewoon op mijn manier, al moet ik er uren over doen. I don't give a fuck, weet je wel. Het boeit me niet, dat zul je altijd zien. Online vind je op een gegeven moment altijd wel builds. Als je het wil vinden. Nou, ik wil dat niet. Ik wil gewoon struggelen. Dat struggle is pijn is fijn. De struggle is de game ook, onder andere. Weet je, dat is de gameplay loop. Weet je, get better. Weet je, leer van je fouten. Wat doe je verkeerd? Want nogmaals, iedere baas heeft zijn patronen. Iedere baas heeft zijn manieren. En dat zijn er meerdere. Dat is niet één beeld waarmee je hem kan verslaan. Met de ene beeld zou het misschien wat makkelijker gaan voor de ene dan als de ander. Maar er is niet één beeld waarmee je hem kan verslaan. En juist die ontdekkingsreis naar wat voor jou werkt, dat is het allervetste. En wanneer je hem dan hebt geklaard, dan voelt dat ook oh so satisfying. Ja, wat ik gewoon heel graag wilde was op een gegeven moment een mech creëren die wendbaar was, die snel was. Met twee melee weapons in zijn klauwen, links en rechts. Dus hier, bam, ik deel iets uit met links. En vervolgens gewoon met rechts achteraan, terwijl mijn linker wapen weer aan het opladen is. Want elk wapen heeft een cooldown. En achterop nog gewoon rockets, plasma, noem het allemaal maar op. En, en dat heb ik in mijn hoofd zitten. En dat is dan vaak gewoon niet de meest... dat is niet de beste manier om allerlei vijanden te lijf te gaan. Maar gelukkig zijn er genoeg mogelijkheden om dan die setup te saven, bijvoorbeeld. En dan als je merkt van dit gaat echt niet, dan switch je naar een andere... hoe zeg je dat? Een andere setup bijvoorbeeld, weet je wel, die je dan ook opgeslagen hebt. Ja. Dus ja, en de mogelijkheden zijn endless wat dat betreft.
Ik zie dat je nog niet een hele sikke paintjob op je Mac hebt gedaan. Nee, I don't give a fuck. Ik heb geen tijd voor paintjobs, man. Jawel, ik zeker wel, want het is part of the joy, man. Zeker bij zo'n vette Mech. Ik bedoel, een van de dingen waarom ik het graag wil spelen, ik vind het er fucking bruut uitzien. Snap en op het moment, de customization, we hadden het al heel even over, die is echt zeer uitgebreid. Ja? Echt enorm uitgebreid. Je kan echt bijna elk boutje kan je een kleurtje geven. Ja, dat is, en je kan een custom kleuren of je kan gewoon kiezen uit de grit of... En layers ook nog. Noem het dan bijvoorbeeld de decals. Vies en shy en glimmend. Of kan dat kan, ook? Kan dat ook? Ja, godverdomme. Ja, dat is vet. Ik ga gewoon alleen camos, maar... Ja, alles. Ik ga alleen maar in die kast. Ja, dat kan je al gelijk vanaf het begin doen. Dus dan zou het ook voor jou wel misschien iets kunnen zijn. Alleen maar daarvoor inderdaad. Is er nog andere gameplay dan gewoon een soort van racen en vliegen en schieten? Zijn er jump puzzles, weet je, dat soort dingen? Nee, het is gewoon gaan knallen. Nou, je hebt arena battles tegen andere AC's. En daarmee kan je chips verdienen. En die chips zijn gewoon heel erg belangrijk voor bepaalde buffs in jouw build. Ja. Want op het begin heb je alleen parts die je kan kopen natuurlijk. Kan je kopen en verkopen trouwens ook. Je kan missies opnieuw spelen om wat extra geld binnen te hengelen. Maar op een gegeven moment, je kan maar zo ver genoeg gaan met je build. Want het is niet alsof jij 100 uur kan grinden en dan de allerbeste parts hebt. Dat is niet per se hoe het werkt, want er zijn gewoon parts specifiek goed voor een bepaalde situatie. Maar die bus met die chips, die zijn wel gewoon echt om je beter te maken. Maar die unlock je pas volgens mij na chapter 1 of net ervoor. Nou, in chapter 1 kun je al een paar chips unlocken. En die geef je gewoon even. Het is niet heel erg groots of zo. Het zijn van die kleine buffjes zo. Iets betere defense. Iets betere offense. Noem het allemaal maar op. Je kunt wat moves kun je gewoon ook kopen. Bijvoorbeeld de snelle turn. Dat je heel snel switcht, zeg maar. Of je kunt vanuit een... op het moment dat je boost... kun je je vijand gewoon even een trap geven, uit balans brengen. Dat zijn die kleine dingetjes die jou net dat kleine beetje extra geven in de customization optie en die kleine buffs geven. Plus, er is ook PvP natuurlijk. En daarin kunnen dat soort dingen ook net even het verschil maken. En dat zijn ook arena battles. Ja. Ja. En dat is 1 tegen 1, 3 tegen 3, geloof ik. Ik heb me daar nog niet heel veel op kunnen storten, want... Ja, dat is iets wat je later unlockt, als het ware. Niet man, heel veel later. Ik wil niet eens meemaken hoe dat gaat, man. Als ik zie al hoe boss battles gaan. En als ik dan een paar van die sweaty tryhard common core spelers tegenover me heb. Ja, weet je, ik weet dat ik het moest checken. Maar ik wist nu, dan heb je al die fucking tryhard Japanners allemaal. Ja, natuurlijk. Oh my god, die kick je ass zo hard natuurlijk. Ja. Want die zijn natuurlijk ook... Ja, dat zijn gewoon mechs, bij wijze van spreken. Die zijn no één, life in the mechs. Die zijn één met mechas gewoon. Ja. Die Japanse gasten. Die hebben controle is vergroeid met hun handen ook. Ja, die hebben gewoon een plus één mecha perk. Maar je zei dus, er zijn wat abilities en wat perks. Maar dat gaat niet heel diep als in een soort van heel, weet je, diep abilities, RPG systeem. Waarin je eigenlijk helemaal je eigen build kan customizen. Nou, je kunt je build dus wel customizen. Maar niet zoals je dat echt bij de standaard action RPG kunt. Evengoed kun je zo'n mech helemaal naar je eigen hand zetten met de verschillende armor pieces, met de verschillende wapens. En dan, dan zijn die chips, die maken net een klein beetje. Dat gaat heel erg diep, maar niet dat je, zoals bijvoorbeeld een Elden Ring, oneindig kan grinden, zodat je maar blijft levelen. Op een gegeven moment ben je gewoon aan de max, heb je alles bij wijze van en that's it. Als je daar niet mee kan, get good. Ja. Maar er zijn dus wel inderdaad gewoon af en toe ook plekken waar je dus niet per se alleen maar op de grond aan het schuiven bent. Maar inderdaad ook vliegen heen en weer en wat dan ook. Ja, maar geen jump puzzles. Nee, geen jump puzzles. Wat gek. Dat had ik wel in verwacht. Nee, daar draait deze game helemaal niet om. Waar deze game om draait, we kunnen wel even over het verhaal lullen. Hoe draai je? Ja, precies. Ja. Maar Rubicon 3, een planeet waar... een bepaalde grondstof, grondstof te vinden is, een energy source, en waar men zoiets heeft van coral, waar mensen zoiets van hebben van hey, dit kan ons een goede toekomst verzekeren. Nou, gaat helemaal mis met die shit, en vervolgens gaan we een halve eeuw later. Want die planeet wordt een soort burning star, raakt helemaal opgefokt. En jij gaat als soort van independent mercenary, ga jij daar naartoe.
En ja, ik zeg je heel eerlijk, je hebt nog aardig goed zitten opletten. Ik heb het op het begin... Klik, klik, klik. Maar je merkt ook, dat is de game helemaal niet, weet je wel. En inderdaad, er zit wel wat lore in, maar dat is bij lange na niet zo diepgaand als de andere From Software games die ik heb gespeeld. Zeker niet. Nee, het is gewoon eventjes om je combat aan elkaar te knopen. Het is gewoon puur context en het ziet er super lijp uit. Maar wel interessant genoeg om te volgen, hoor. En het wordt via een soort van, hoe noem je dat ook weer? Bij codec calls. Die codec calls, inderdaad. Ja. Maar het past goed bij deze game. Voice-over, zeg maar. Je ziet geen menselijke dialogen of wat dan ook. Precies. Dat heeft deze game ook het niet wordt nodig. Zo verteld op dit soort, in dit soort cutscenes. Ja, minimalistisch, apocalyptisch. Het draagt bij aan de sfeer van deze game. Het is af en toe gigantisch over de top, hoor. Maar dat doet me ook echt enorm denken. Juist aan dat hele klinische... En Neon Genesis heeft dat ook wel eens af en toe, weet je wel. Natuurlijk zit daar ook heel veel drama bij in. Maar het heeft af en toe ook dat hele harde steriele of zo. Weet je. En dat is wat dit is. Ja, want dat is natuurlijk ook het ding. Dit soort games zijn ook, vooral vroeger, ik weet niet of deze versie dat heeft, maar gewoon arcade games. Dit is natuurlijk arcade pur sang. Dat je gewoon draaien totdat je de baas en gewoon zoveel mogelijk die game uitspelen. Dus daarvoor, je hebt ook helemaal niet bij dat soort missies, games. Missies herspelen, hè? En dan krijg je ook nog een ranking erbij. Precies, want je kan ze herspelen voor de monies. Ja. Wat iedereen uiteraard ook zal moeten doen op een gegeven moment. Yep. Maar je krijgt er ook gewoon weer een ranking voor. Ja, daarom. Dus het is puur een arcade ding. En dan heb je gewoon eventjes wat establishment en daarna gewoon go, go, go. Weet je? En dat is natuurlijk logisch dat er op deze manier ook in deze game zit. Ik zag net Ally staan. Kan je hem samen ook spelen? Of is dat gewoon een computer... Nee, dat was dingetje. AI. Ja. Oké. Okay. Dus het is niet PvE? Nee, CPU. Ja. Dus het is gewoon de campaign is gewoon single player. En daarnaast heb je dus ook nog de PvP mogelijkheid waar je gewoon lekker tof kunt doen. En... bragging rights, weet je wel. Ja. Hoe lang is hij? Qua content? 15 tot 20 uur. Maar dat is absoluut niet wat je eraan kwijt bent. Ja, oké. Okay, ja. Ja, en dat is vooral als je enkel voor de main missie gaat. En het is namelijk ook zo, er zijn ook wat side missions. En afhankelijk van de volgorde die je de main en side quests ingaat, kun je ook nog andere eindes unlocken. Je kan wel eens kiezen van ik ga deze sidequest nu doen. Nou, dan komen er dan bijvoorbeeld twee beschikbaar. En dan kun je eerst gaan voor de tweede. Of je gaat eerst voor de eerste. En dat zorgt ook een beetje voor een ander verloop. En een eventueel ander eind. Ja, en bepaalde missies ook. Weet je, je hebt mission objectives. En soms kom je wat tegen op een missie. En dan zeg je handler, Walter heet hij. Die zegt van, negeer dat. Bijvoorbeeld op een van de, volgens mij was het een van de eerdere missies ook. Kom je een bepaalde, volgens mij is het een AC tegen. Zegt hij, negeer dat. Moet je ook echt doen, want het fucking kickt je ass. Ja, dat is die, hoe heet hij nou in Elden Ring? Die gast op het paard. Ja, op het paard, gelijk op het begin. Weet je, negeer hem, niks mee doen. Maar later, ik ging hem herspelen en toen had ik met beeld had ik natuurlijk een beetje onder de knie. Toen was bam, klap je hem. Ja, precies. Ja, hoe is het, je zei het al, herspelen, hoe is het met de replay, New Game Plus, andere builds gewoon, toch? Deze game moet je New Game Plus'en, sowieso. Want dan wordt hij moeilijker en dan ga je gewoon andere beelden. Dan komt hij echt nog beter tot zijn recht. Dan heb je alle armor, alle wapens uit New Game. En de uitdaging is dan zeker weer aanwezig. Maar dan, weet je, dan komt hij gewoon die game die... Ah man, zoals bij bijna alle From Software games. Ja, komt hij volledig tot zijn recht dan. Ja, dat vind je nog lijper. Ja. Niet van mij hoor. Nee. Echt totaal klaar niet van mij. Ja. Ja, we moeten dus replay beeld is hoog omdat je ook andere beelds kan proberen en wat dan ook. Ja. Ja. We moeten het ook even hebben over de graphics en performance natuurlijk. Want dat zijn vaak wel dingetjes waar het soms aan schort bij een From Software game. Zeker wanneer het om de PC-port gaat. Ja. Jij hebt de PlayStation 5 versie gespeeld. Ja. Misschien kan je daar wat over vertellen. Ik heb hem op voorkeur performance staan, zeg maar. Dat 60 fps dan steady, neem ik aan? Steady 60 fps hoor. Okay. Wat ik zag wel wat mensen... ik zag wat tips op social media voorbij komen van... Als je echt geen enkele frame drop wil... Dan moet je echt de PlayStation 4 versie installeren... En die op de PlayStation 5 spelen. Meen je dat nou? Dan is die super solid 60 fps. Ja, dat is wat ik heb gelezen. Ik heb het niet zelf gespeeld. Oké. Okay. Maar dat valt dus reuze mee, zeg ik. Ik vind dat hij prima draait, hoor. Soms, wanneer het extreem hectisch is, misschien hier en daar een dropje. Maar
nauwelijks last van gehad. Draait als een zonnetje voor mij persoonlijk. En ik hoor ook van veel mensen die hem op PC hebben gespeeld. Ja, ik heb de PC-versie gespeeld. Echt niets dan lof daarvoor. Ten eerste een game die gewoon uitkomt en afvoelt. Ja. Dat voelt ook al een beetje als lang geleden dat is gebeurd. En in tegenstelling tot menig andere From Software game, nee, draait echt als een zonnetje. En dan heb ik het niet alleen over 60 fps. Ik speel hem op dan een ultra-wide monitor. Dat is niet 4K, maar 3440 bij 1440. Nou, tik ik eigenlijk regelmatig gewoon 100 fps aan. Zonder harde dips of iets dergelijks. Nou, ik heb het gisteravond nog heel even op mijn tv gecheckt. Met mijn pc eraan gehangen in 4K. Ook daar ruim boven de 60 fps. Dat speelde uitstekend. En ja, Skate zei het al een beetje. Naarmate je verder komt in die game... De wereld ziet er zo ongelooflijk bruut uit. Die omgevingen, dat is echt genieten. Ja, zeker. En we mogen natuurlijk ook de soundtrack en gewoon de audio niet vergeten. Het is subtiel, die soundtrack hoor, maar bijzonder sfeervol. Ja, maar zeker met boss battles, dan ook weer typisch From natuurlijk. Dan zwelt dat weer aan en dan echt gewoon hele toffe, passende... Het is niet dat orkestrale wat je kent van de Elden Ring, de Souls games en dergelijke. Nee, het is echt weer die typische soundtrack en songs die passen bij een wereld als deze. Maar elektronisch. Meer elektronisch inderdaad, ja. Absoluut. Een beetje die 80's... hoe heet die serie nou met die zwarte helikopter? Airwolf. Airwolf. Beetje Airwolf. Ja, het is heel erg Airwolf. Het is heel cool. Dat past er ook heel goed bij natuurlijk. Ja, nee, daarom. Maar weet je, in de hectiek heb je dat af en toe helemaal niet in de gaten. Maar dan, ik zei het toen op stream even. Toen was ik wat turrets aan het kleren in de verte bij een dam. Er stond heel even stil. Oh, god damn. Dat klinkt vet. Wel heel vet, weet je wel. Ja, lachen. Nou, ik heb al mijn vragen gesteld en al mijn topics zijn hier ook al voorbij gekomen volgens mij. Ik weet niet of er nog andere dingen zijn waarvan jullie denken van nou, maar dit moet nog genoemd worden. Ik denk dat ik alles wel eens een beetje besproken heb wat ik zou willen bespreken over deze game. Ik bedoel, om terug te komen op de vraag die ik aan het begin ook mezelf stelde van ja, gaat deze game mij overtuigen ondanks het feit dat ik geen mega guy puur sang ben, weet je wel. Maar het was uiteindelijk de gameplay en de vibe die deze game uitstraalt die mij toch wel... vrij makkelijk over de streep trok, moet ik zeggen. In het begin was het even wennen. Camera, ook dat is wel weer From. Ik vind de lock-on camera is af en toe wel een beetje iffy, hoor. Soms ben je natuurlijk je tegenstander kwijt, omdat die achter je zit. En dan, het is niet zo dat je dan meteen zicht hebt op wat er achter je gebeurt. Hij breekt die lock volgens mij gewoon heel makkelijk en snel. Ook. Want je kan natuurlijk met de rechterstick. Met de rechterstick kan je op één enemy lokken. En normaal gesproken bij andere From Software games die ik speel. En heel veel andere games tegenwoordig natuurlijk ook. Dan blijft hij echt gefocust op de personage voor je. Waar die ook naartoe gaat. Ja, maar dit gaat hier ben ik hem echt, sneller. Ja, hier ben ik hem echt wel regelmatig echt kwijt. En dan ben ik nou gelokt of niet? Want als je gelokt bent, dan is je accuracy dan wel wat minder. Want die reticle, die crosshair die achter... de enemy aangaat, die heeft wat lag, zeg maar. Dus dan moet hij wel echt stilstaan. Maar je leert dat op een gegeven moment. Je leert constant te switchen tussen manual en auto-lock, zeg maar. Ja. En ja, weet je, op een gegeven moment is het een soort van tweede natuur. En je kunt het ook vrij makkelijk zien hier in je rectangle. Zo, want wanneer je lockt, dan zie je het gevuld worden bovenin met van die streepjes. Wanneer je die auto-lock loslaat, dan verdwijnen die kwartcirkeltjes in je beeld. En het was wennen. Eerste paar uur. Maar op een gegeven moment, het kwartje viel bij me. En ja, vanaf dat moment was het gewoon genieten geblazen voor mij. Dit is een game. Dit is typisch From Software. Even gewoon alle soul shit buiten beschouwing gelaten. Maar dit is weer gewoon Armored Core van vroeger. In een 2023 jasje. Ja, is het 2023? Ja, oké, sommige mensen zullen zeggen, grafisch is een beetje underwhelming, maar... Nee, vind ik niet. Nee, dat ben ik... En weet je, met deze iets wat blokkerige gameplay, dan moet je me even uitleggen, want ik record het in OBS in 1080p. Oh, daar heb je gewoon bitrate te laag staan. Ja, dat is het enige. Ja, dat staat dan op 6000 of zo. Ja, 6, ja dat is Twitch, dat is heel laag. Ja. Oh, dan moet ik dat gewoon gooien. Dan, als je op 12 zeg maar, ik neem het op 25.000 op. Of zo. Oh, oké, dan ga ik dat de volgende keer. Ja. Goed dat je het zegt nu in ieder geval. Maar dan ga ik dat de volgende keer zo doen. Maar ja, weet je. Het is wat iedereen die Armored Core een warm hart toedraagt.
de perfecte game, denk ik. Om daar anno 2023 mee in de weer te gaan. Is het ook voor Souls-liefhebbers? En ook voor From's, ook voor Souls-liefhebbers biedt deze game genoeg uitdaging. Maar daarbij dient wel gezegd te worden dat je wel... Ja, je moet wel een beetje feel hebben voor mecha's. Ja, snelle stuff. Nou ja, snelle, ja, Sekiro was een snelle game. Nou, dat hoeft niet per se snel te zijn. Nee. Want dat hangt precies af van de manier waarop jij missies tackelt. Want ik was aan het streamen en dan bij een bepaalde missie bij de Dam, dat is helemaal nog op het begin, zaten mensen ook van... Oh, jij speelt het heel anders als ik. Ik ging hem met de dexterity build, dodge, vliegen, schieten, bababa. En ik ging... Heel rustig, bescherming opzoeken, achter dingen staan, snel om het hoekje even. Ja, dat zag ik Kevin ook inderdaad doen, maar het kan ook. Want als jij ergens achter staat en stel jij hebt gewoon op je rug van die missiles die eerst omhoog gaan en dan naar beneden. Lossen, dan is dat natuurlijk perfect, weet je wel, om eerst te schuilen achter een of ander obstakel. Sniper build? Ook die is er. Er zijn gewoon long shots, noem het allemaal maar op. Er zijn echt zoveel verschillende. Van een rattling gun tot een shotgun, tot een handgun, laser, plasma. Dus je kunt het helemaal De ene zetten. Moet je opladen, de andere moet je inhouden, de andere kan je alleen weer tappen. En dus daar is heel wat bij. Ik moet zeggen, ik vond in tegenstelling tot Skate, ik ben van mechs altijd wel heel cool. Ik vond mech games juist niet cool, om een of andere reden. Dat heeft me nooit echt gegrepen. Altijd de gameplay was het niet voor mij. Dit is de eerste mech game die ik wel echt heel vet vind spelen, omdat het... toch wel, weet je, het is fair. Ja, het is fucking moeilijk, maar het is fair. Waardoor je toch wel iedere keer zoiets... Je hebt niet van, fuck deze bullshit en je gooit het weg... in tegenstelling tot wat sommige mensen hebben gedaan... zag ik op social media met de controller. Dat heb ik niet. Ik heb hier voor, godverdomme, nu ga ik het doen, weet je wel. Het daagt je op een bepaalde manier uit om toch maar terug te keren... en niet je PlayStation of je PC of iets dergelijks uit te zetten. Ja, nou ja, het Wat kun je er nog meer over zeggen? Vonden jullie het leuk? Is het vet? Welk idee heb je? Ja. Nou, maar jullie zijn de hele tijd... Oh ja, als je mech games vet vindt, dan is het leuk. Is het cool bijvoorbeeld? Is het cool als je een shooter gamer bent? Als je gewoon een shooter fan bent? Denk het niet. Nee, want het is een shooter. Ja, maar de movement in deze game speelt een minstens zo belangrijke rol als het schieten. Het is echt... Unreal vroeger ook, is ook een shooter. Ja, nou, maar... De Quake, Unreal van deze wereld. Ja, als je dat soort games dan kun je hier wel iets mee. Zeker. Ja, voor mijn gevoel, hier moet je wel wat tactischer, zeker in boss battles, omgaan met hoe je dat doet. Ja. Weet je, je kan niet... Kijk, in Quake en al die games kan je gewoon... raken. Of anders is. Maar vind je het vet als je houdt van lijpe shooters? Als je Doom speelt, denk je van... Ik vind het echt zo, zo compleet. Okay. Dit is niet een shooter. Er zitten shooter mechanics in, maar dit is niet een shooter. Het vereist een hele andere aanpak. We kunnen nog wel een kwartiertje vullen. Als je Last was graag speelt. Als je Baldur's Gate 3 graag speelt. Nee, maar dan snap ik het inderdaad. Dat niet. Maar een soort van mech games, logisch. Dus dat je de inkoppertje doet van als je van mech games of from games logisch. Weet je nog wat ik zei op Gamescom? Want dat was Gamescom. Toen sliep ik half. Ja, mijn ogen waren open en ik liep. Maar daarom help ik je nu een beetje herinneren. Want we hebben dit al een beetje behandeld toen. Toen stapte ik even in de demo booth. Ging ik even Armored Core spelen. En mijn gevoel, zeker wanneer je de flitsende actie ziet. Wanneer je de flitsende actie ziet. En het voelt arcade, snel, mech warrior-achtig aan. En wanneer je dan oppikt. Nee man, het is heel deliberate sluggish. Ja, en je moet daarmee om leren gaan. Dat is het. En wanneer je dat dan even 5 minuten op een buffer doet. Ja, dat werkt helemaal niet voor deze shit. Precies. En toen zei ik meteen tegen Jelle, nou, dit is niet voor mij. Maar er moest toch vandaag een review komen. Dus heb nog voor het weekend de code kunnen regelen. En het vereist gewoon aanpassing van jezelf. En weten wat je kan verwachten. En dat had ik op een gegeven moment. Ja, wanneer die klikt, dan is het super vet. Juist. Ja. Nou, gaat het hoge ogen gooien bij de gamer dan wel in jullie eindejaarslijstjes? Ja, zeker. Ja? Ja. Ja. Dus het is die vetheid. Ik denk ook wel dat... Jesus Christ, er komen dit jaar zo ongelooflijk veel goede games uit. En er gaan er nog een aantal hele grote aankomen.
Ik heb al zoveel verschillende titels het stempel GOTY mee zien krijgen. Ja, zeg we maar. Hebben gewoon een heel goed jaar. Dat is wel een ding. Ja, ja. Maar dan deze... gaan jullie toch voor een top 20 aan het eind van dit jaar? Dat zou zomaar kunnen. Mag weet je, we hebben jaren gehad waarbij zeven. En er was nog veel. Zeven, ja. Weet je wel. Want dan was je al een beetje een oogje dicht aan het doen. Ja. Nee, dit jaar is dat geen enkel probleem. Nee. En deze hoort erbij dus. Ja, sterker nog, dit gaat bij veel platforms en ook sowieso bij mij hele hoge ogen gooien aan het einde bij die eindejaarslijstjes. En het is dus niet puur vanuit het sentiment van alles wat From is, dat steek je als zoete koek en dat moet? Of is het gewoon ook omdat je die game echt fucking cool vindt? Maar inmiddels is het wel zo dat alles wat From doet en aanraakt in goud verandert. Daar kun je niet meer omheen. En tegenwoordig ook een PC-port. Zelfs dat. Ja, maar het is dus niet omdat From it is dat je hem zo hoog zet. Luister, voor mij zou het geen GOTY zijn. 100% geen GOTY. Maar omdat het mijn smaak is gewoon anders. Ja. Dus ik heb precies wat jij zegt. Ik vind het fucking cool. That's it. En, ja. En het gameplay technisch steekt het uitstekend in elkaar. Grafisch ziet het er vet uit. Het zijn fucking mechs. Dat is altijd awesome. Het huidige gaminglandschap is het ook wel een aparte originele game. Het is natuurlijk iets dat we al kennen van 20 jaar geleden. Maar om dat nu uit te brengen. Ja. Dit soort games zie je niet vaak. In ieder geval niet hier in het Westen. Nee. Nee, en dat maakt het des te bijzonderder. Dat ja. Dit, ik hoop ook echt dat hij het heel goed gaat doen de komende tijd. Want, met stevige concurrentie, dat is gewoon het ding. En dat hebben al die toppers die dit jaar uitkomen. Ja, dat gaan gewoon verliezers zijn die dat absoluut niet verdienen. En dit zou er wel eentje kunnen zijn. Ik zie al heel veel mensen die echt From Software fan zijn. Dus niet per se Armored Core. Er komt zoveel moois uit. Ik wacht wel tot de sale. Ja, dat is waar. Dat is waar. Nou, we gaan het merken in ieder geval. Maar mijn oordeel weet je nu in ieder geval. Ik vind het fantastisch. Het is een van de beste titels van dit jaar. En ja, doe ermee wat je wil, joh. Boeit mij het verder.